Dag Dunja. Hallo. U staat erbij in die grote finale. Ongelooflijk, ongelooflijk. Moet deugd doen? Enorm. Het is heel overweldigend en heel tof. Ik ben super blij. Je had weer een moeilijk nummer? Maar wel één waar ik me heel goed bij voelde. Het is een heel mooi nummer, vind ik, Etta James. Dus ik was heel blij dat de coach het ook zo mooi vond. En... Ja, een beetje fan van het genre allicht, hè? Ik hoor u in die stijl perfect zingen. Ja, toch wel. Ik hou enorm van die muziek. Daar kan ik me echt mijn gevoel in leggen ook. En, ja. Hoe komt dat eigenlijk, dat gevoel voor die muziek? Die voorliefde voor dat genre? Dat is heel raar. Dat is gewoon waar dat je goed bij voelt eigenlijk. Hoe ken je dat? Hoe leer je dat kennen? Voornamelijk van thuis meegekregen, denk ik. Mijn vader heeft toch veel oude platen. En als kind heb ik dat wel opgenomen. Zo. Ja. Ja. Mooi kleedje trouwens. Dat is heel lief. Dank je. Sorry. Dank je wel. Allee, en u volgende week volle gas geven? Hè? Ja, dat gaan we proberen. Ja. Wie is je sterkste concurrent naast jou? Wat denk je? Toch Laura, denk ik. Ja. Omdat wij ook... Ja, we leunen een beetje aan elkaar, vind ik zo. Ook qua podium, présence misschien wat. En ze heeft een heel goede stem, ze kan enorm goed zingen. Jij ook. Ja, dank u. Dag Tom. Hallo. Ja, goede wijn drijft boven, hè? Blijkbaar. Ik wist niet dat goede wijn was, maar blijkbaar wel. Dank u wel. Straf, hè? Je verwacht dat eigenlijk niet. Nee, ik had het niet verwacht. Ik wist niet wat dat een uitslag zou zijn, omdat echt 50-50 was. Vond ik persoonlijk qua prestatie. Ik heb Eli als persoon heel graag, maar hij zingt ook geweldig. En ik wist totaal niet wat dat een uitslag zou zijn. Dus ik vind het echt een beetje spijtig dat hij eruit is. Maar ik ben natuurlijk ook... Het is de format natuurlijk, hè. Jammer, het zijn veel goede stemmen die verdwenen zijn. Het is op een bepaalde manier een kakformat. Omdat je je eigen teamgenoten er moet uitzingen. En ik beschouw Eli als mijn vriend. En het is niet leuk om zo iemand naar huis te moeten zingen. Driver's seat. Niet simpel op bezingen. Iedereen onderschat dat eigenlijk een beetje. Het is niet zo eenvoudig. Vooral omdat je... Het klinkt misschien altijd wel watzelfde, maar er moet toch natuurlijk iets ingestoken worden. En ik ben opnieuw ongelooflijk goed gecoacht geweest. Ze hebben er een heel eigen zinnige versie van gemaakt. En ja, ik vond het zelf een mooie bewerking. En nu is volle gas, hè, volgende week. Ga je dat voorbereiden? Hoe ga je dat doen? Ik denk dat ik dat ga voorbereiden op de manier zoals ik dat de voorbije weken gedaan heb. Heel hard werken, mij goed laten coachen. En we zien wel. Ik had dit nooit verwacht. Dit is fantastisch. Ga je volgende week de voice, hè, Tom? Stel je voor.